Van de Vries. Krijgt even een foto, Maartje. Squatterwald is volgestroomd. Zo'n 300 mensen zijn op de eerste training afgekomen. Er is vuurwerk. Kortom, de eerste bijeenkomst is een feest. Ja, dat was wel mooi. Spelers gingen twee rondes inlopen en er was al Bengaals vuurwerk. En applaus voor de spelers. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje zo in de aanloop naar het begin hier voor mezelf. Dat ik denk van, ja, die club die leeft. En dat kon je vandaag ook zien. Ron Jans zit er vanaf het begin bovenop. Er wordt een partijspel regelmatig stilgelegd om aanwijzingen te geven. Ja, maar dat doe je altijd wel. En met name als je in het begin bent, dan heb je misschien ook wel een beetje de drang om al wat accenten te zetten. En dat doe je als trainer misschien eerder te veel in het begin dan te weinig. Maar ik heb wel met een aantal coachingsmomenten aangegeven. Een lange bal prima, maar dan op het juiste moment. En niet om alleen maar dat die bal in de buurt komt van de medespeler. En dat die medespeler ook weer mensen in de buurt heeft, zodat je kunt doorvoetballen. Oude bekenden waren er ook weer. Kelvin Jong-Apin was vorig seizoen verhuurd. Kenny Steppen was vorig seizoen geblesseerd. En verder ging de aandacht uit naar de nieuwelingen Bas Dost en Arnold Kruiswijk. Dost trainde niet volledig mee. Kruiswijk werd herenigd met zijn oude trainer. Ik heb natuurlijk 6 jaar onder hem bij FC Groningen gespeeld. En ik weet natuurlijk van hem ongeveer de werkwijze en wat hij van je verwacht. En dat, daar heb ik me toch een positief beeld over gehouden. Dus in die zin was het wel belangrijk, alhoewel ik natuurlijk niet de keuze alleen op de trainer maak. Nee, je bent pas eigendom van Anderlecht, afgelopen half jaar bij Roda gespeeld. Ik denk dat achteraf gezien echt een hele goede keuze is geweest. Hè? Ja, denk ik ook. Ik denk dat ik geen betere keuze had kunnen maken. Want ik heb bij Roda natuurlijk mijn wedstrijden mee kunnen pakken en we hebben het met Roda ook heel goed gedaan. Dus dat is eigenlijk een win-win situatie. En daar ben ik ook ook zeker heel blij mee, want dat bood toch nieuwe mogelijkheden voor dit seizoen. Was blijven bij Anderlecht voor jou een optie? Wel een optie, alleen was het wel zo dat ik wel zei van ik wil wel terugkomen, wil ik wel een reële kans krijgen om ook echt aan spelen toe te komen. En ja, aangezien die kans niet echt gegeven werd en ze ook aangaven dat ze mee wouden werken aan eventueel vertrek, dan geeft dat wel iets aan natuurlijk. Ron Jans zei het gekscherend. PSV zal niet blij zijn dat de eerste competitiewedstrijd uitgerekend op bezoek bij Heerenveen gespeeld moet worden. Maar is Heerenveen eigenlijk wel blij met de vroeg geplande topper, gevolgd door het uitduel met landskampioen FC Twente? Als het zo is, dan moet je daar gewoon blij mee zijn. Dat is een enorme uitdaging. Als je zegt van je wil meteen 6 punten halen, dat is niet onmogelijk. Maar dan kan het seizoen al bijna niet meer kapot met zo'n start. Maar het is gewoon een enorme uitdaging. Maar wat ik altijd heb, het is zoals het is. En je speelt tegen iedereen uit en thuis, dus het maakt niet uit. Dus als je een serie wilt maken, dan kan dat misschien tegen andere clubs wat makkelijker. Maar wij hoeven, daarom zeg ik ook, van PSV zal er niet blij mee zijn. Wij hoeven voor niemand bang te zijn. En het enige wat je kan gebeuren is dat je een keer verliest. En dat willen we niet, maar dat zal toch wel een keer gebeuren. Als je die wedstrijd goed doorkomt, of redelijk doorkomt, dan krijg je toch een goed gevoel, denk ik. En dan kun je vanuit daaruit misschien ook doorgroeien. Dus wat dat betreft maakt het denk ik weinig uit wat de eerste wedstrijd is. Ik denk dat PSV ook niet blij is om de eerste wedstrijd bij Heerenveen uit te spelen. En dat moeten we laten zien.